Er is hard gewerkt de afgelopen dagen op basisschool De Tourmalijn in Hasselt. Alle rotzooi na de brand van afgelopen week is eruit en alles is gesopt. Alleen de centrale ruimte blijft de komende weken gesloten. Kijk, zoals je hier ziet, hier is de brand begonnen. Dus dit ligt allemaal open, het dak ligt open. De hele opbouw van de dakconstructie is eraf gehaald. Er komt een semi-tijdelijke oplossing, een plat dak komt erop. Dat is, daarom is die bekisting hier gemaakt, zodat de mensen die daar op dat dak bezig zijn, dat die door kunnen werken. En daar hebben wij dan geen last van. Daarom is de boel hier helemaal afgeschermd. En zoals je ziet, de klassen die zijn helemaal intact. Daar hebben we geen last van wat dan ook gehad. In de klassen is alles van top tot teen schoongemaakt. Niet alleen de stoelen en tafels, ook alle laadjes en pennenbakjes. Eén klaslokaal had iets meer werk nodig. Nou, en hier is dan het lokaal wat onder water heeft gestaan. De vloerbedekking die was helemaal nat natuurlijk. Dat is er allemaal uitgesneden. Er is een tijdelijke vloerbedekking voor teruggekomen. Hebben ze net ingelegd. Alle meubeltjes enzovoort worden nu weer op hun plaats gezet. Dat hoeven wij ook niet te doen. Het is allemaal klaar. We kunnen beginnen. Na de bergenwerk die verzet zijn door verschillende professionele bedrijven, kan de school maandag weer open. Na de grote schrik heeft het team van leerkrachten er weer zin in. Tuurlijk. De kinderen hebben er ook weer zin in. En de vakantie had lang genoeg geduurd. Ja. Zelfs de bloemen staan nog, dus ja, nou, we gaan er gewoon weer tegenaan. De rode loper wordt alvast uitgerold voor de kinderen. Ze zijn maandag weer welkom in een citroenfrisse school.